Een nieuw avontuur voor Onverschrokken. Prins maakt het vlog. Ja. Wat was dat? Huh? Wat is er, Leo? Er is iemand daar binnen. Het lijkt wel een geest. Een geest? Een geest? Doe niet zo gek. Geesten bestaan helemaal niet, hoor. Toch, Bob? Natuurlijk niet. Mij maak je niet bang, hoor, geestje. Je bent geen partij voor de galante prins Maaktepot. Je hoeft je geen zorgen te maken, Leo. Het is belangrijk dat je kalm blijft en probeert om niet in paniek... Help! ...te raken. Blijf rustig liggen. Ik heb een briljant plan om je hieruit te krijgen. Oh, wat goed, Bob. Wat is het? Dat weet ik nog niet helemaal. Oh, als we niet snel iets bedenken, zijn we niet op tijd klaar om het kasteel te openen voor het festival. Ik hoef alleen maar mezelf het kasteel binnen te krijgen... En dan kunnen Leo en ik het valhek samen omhoog hijsen. Ik heb het, Bob. Als je in mijn bak klimt, dan gooi ik je zo over de muur. Net zoals met een zak cement. Dank je, Scoop. Maar eerst doen we plan B. Ik heb net iets bedacht. En als dat lukt, redden we Leo en is het valhek op tijd open voor het festival. Maar we moeten samenwerken als een team. Het vergt moed, vastberadenheid en een gezonde dosis assenvet. Kunnen we Leo redden? Ja! Kunnen wij het maken? Nou en of! Maar eerst moeten we de brug repareren, zodat die stevig genoeg is om overheen te rijden. Oké, Muk. Til het valhek zo hoog als je kan. Oeh, wat is die zwaar? En niet naar beneden laten totdat ik nu zeg. Nu? Sorry, Bob. Succes, Bob. Kijk uit voor die geest. Wie is daar? Meeuw? Ben jij het? Hallo, Uwe Majesteit. Bob? Mijn grote held! Er is nog een manier. Als we het skelet afbreken, kunnen we alle botten naar binnen dragen en daar weer in elkaar zetten. Dat lijkt me nou niet zo'n goed idee, Lifty. We moeten geen ingrijpende dingen doen voor Bob terug is. Maar het is al laat. De burgemeester kan hier elk moment zijn. Ik vind het een briljant idee, Lifty. Allemaal meehelpen. We gaan een T-Rex afbreken. Hemeltje, wat een priegelwerk, zeg. Deze moet daarboven, denk ik. Hemeltje. Nee, die past ook niet. Misschien deze. Nee, daar klopt echt helemaal niets van. Die grote is een deel van het been, dus die moet dan hier. Oh, dat past nooit. Hoe zit het met dat kleintje hier? Een stuk van de staart, denk je niet? Of van zijn linkervoet? Nee, hemeltje. Oh, wat is dat? Wat is hier gebeurd? Sorry, Bob. Het is mijn schuld. Ik wilde alleen helpen. Nee, Lifty. Ik ben de schuldige, ben ik bang, Bob. Ik had de hoogte en breedte van het skelet verkeerd om. We kregen het skelet dus niet door de deur. Dus moest hij uit elkaar. En nu weten we niet meer hoe we hem in elkaar moeten zetten. Het gaat vast wel lukken. Ja, toch? Wat nu? Het is eigenlijk net een grote puzzel. Hadden we maar een plaatje van hoe hij eruit zag voordat jullie hem uit elkaar hadden. Wacht, dat hebben we. Oh ja, joh? We hebben toch een plaatje? Leo nam foto's met zijn mobiel. Heel goed, dat klopt. Oh,
daar moet dat ding dus. Oh ja, prachtig, prachtig. Geen tijd te verliezen. Laten we dit doen voordat de burgemeester arriveert. Wel op de sneeuw en die heeft ook geen sneeuwkettingen. Ja, maar zijn banden geven extra grip. Sorry, Scoop. Oh, ik zou ook heel goed in snowboarden zijn. Oké, Lifty, til de dwarsbalk mijn kant op. Dan maak ik hem vast aan de steunpilaar. Zet maar aan, Leo. We kunnen beginnen. Oké, Bob. Stoeltjes lift is klaar. Gruwelijk! Willen deze snowboarders de eerste afdaling nemen? Ja, graag. Bedankt, team Bob. Misschien kan ik gewoon als niemand kijkt het eventjes proberen. Wauw, wat een geweldig uitzicht. Ik kan mijn huis vanaf hier zien. Hey, team Bob. Dit is leuk. Wauw, wat een sport. Dit is ongelofelijk extreem. Dat is extreem, ja. Extreem gevaarlijk. Aan de kant! Stop, Scoop! Ik kan niet stoppen! Dan had je sneeuwkettingen moeten dragen. Doodgeval! Oh, kijk uit! Pas op! Oh-oh! Gaat alles goed daarboven? Wij zijn oké, Bob. Dit is geweldig. Blijven jullie rustig zitten. Ik moet de noodstop gaan indrukken. Maar Bob, de dichtstbijzijnde stop is helemaal beneden bij het basisstation. Dan zit er maar één ding op. Daar komt ie, Bob. Het, Bob. Maar kijk uit voor mijn sneeuwpop, hè. Prachtig. Gemaakt, Leo. Klaar voor gebruik. Oké, Bob. Wow. Laten we vlammen. Oeps. Oh, maak je niet druk, Bob. Je kunt geen omelet maken zonder een paar eieren te breken. Oké, Bob. Klaar, schud en draai. Waar is nu de omelet? Stop! Oh. Yes. Auw, dat was echt gevaarlijk. Ik ben alleen op schade. Dat je zo snel stopte en Scoop tegen mij aanbotste. Dit is zo oneerlijk. Deze lift gaat zo opstijgen. 3, 2, 1. De alien zit in de lift. Oh nee. Uw lunch is klaar. Bon appetit. Ziet er heerlijk uit. Hij was lekkerder op mijn helm. Nou, ik geloof niet dat iedereen een keukenprins kan zijn. Gaan we nu sneller? Dat is niet de bedoeling. Titus, ga van die knop af.
laten stijgen. Misschien wil hij wel naar huis. Titus, heb je misschien zin in een boterham met sardientjes à la Bob? Dat moet je waarschijnlijk niet doen zonder de handleiding erbij. Ah, het gaat best, Lifty. Ik weet alles over robots. Kijk, ik kan Rudolf laten vliegen. Bob voor Leo. Oh, hoi Bob. Luister, er komt een storm aan. We moeten het ophaalsysteem nu al voor de avond af hebben. Oh, echt waar? Oké. Je moet hierheen komen, snel. Oh, en kun je een sleutel 32 meebrengen? Tuurlijk, Bob. Mooi, dank je, Leo. Kijk, ik ben een robotgrijparm. Ach, wel nee. Kijk naar mij. Oké, genoeg gespeeld, jongens. We moeten weer aan de slag. Ik zet hem weer uit. Maar je hebt alles op de verkeerde plek gelegd. Alles ligt nu door elkaar. Dat geeft niet. Ik leg ze terug. Oké, deze beer hier gaat terug naar de berenplank. Oh nee, er ligt een skateboard en een puzzel op de berenplank. Waar is de skateboardplank? Tja, geen idee. En waar is de puzzelplank? Wat is er? Nee, niets hoor. Ik ben alleen een beetje in de war. Oh nee. Waarom druk je niet een paar keer op de herstelknop? Dat is een goed idee, Scoop. Oh, dat heeft wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Hey Bob! Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Ik denk niet dat hij het zo leuk vindt als hij gedacht had. Juist. Nu moeten we alleen de liftcabine installeren en dan... Help. Dat lijkt Scoop wel. Oh, nee. Oh, help! Wat is hij daarboven aan het doen? Het klinkt alsof hij liever bij ons beneden zou willen zijn. Oh. Blijf in het midden, Scoop. Dat houdt je in balans. Nee. Ucky! Je moet de pooi laten zakken. Scoop zit erin. Oké, Bob. Kom eraan. Hou vast. Oh, nee. Oh, nee. Waar is hij nou naartoe? Scoop, gaat het wel goed? Oh, nee. Ik balanceer. En ik ben niet zo goed in balanceren. Wat moeten we nu toch doen? Ik heb een idee. Ucky, laat de kooi naar beneden zakken. Wendy, zou jij de lasspullen kunnen halen? Oké, Bob. Ik haal de lasmaskers wel. Oké, Ucky. Hijs ze maar. Ik ben er bijna. Doe het rustig aan. Nu langzamer. En stop. Perfect. Scoop. Bob,
wil dat je heel voorzichtig mijn kant op rijdt. Ik denk niet dat ik kan bewegen. Je moet wel. Ik moet je naar beneden krijgen. Het spijt me echt heel erg, Bob. Straks komt burgemeester Pennebroek en is de lift niet aan. Dat komt wel goed. Vooruit. Kom nu maar mijn kant op. Ik durf niet. Oké. Dan kom ik wel naar jou toe. Oh nee, moet je kijken wat Bob nu doet. Nee, Bob. Dat is gevaarlijk. Blijf waar je bent. Ik kom al. Oké, dan Scoop. Doe het heel rustig aan. Blijven rijden, hou je wielen recht. Dat is goed. Niet naar beneden kijken. Je doet het geweldig. Hou hem recht, Ducky. Goed gedaan. Zet je remmen goed vast. Laat ons langzaam zakken, Ducky. Misschien kan ik wat dichterbij komen. Als ik er nou een klein beetje doorheen... Hallo, Lifty. Het spijt me echt heel erg, Bob. Ik wilde zo graag de giraf zien. Al dat gedoe heeft de giraf bang gemaakt. Hij loopt nu los door de zoo. Oh nee, ik heb alles kapot gemaakt. En ook nog de giraf weggejaagd. Maak je geen zorgen, Lifty. Ik weet zeker dat we dit kunnen oplossen. Wendy en Leo, jullie repareren de hekken en het uitkijkplatform. En Scoop, help jij ze mee? Oké, Bob. En de rest deelt zich op en gaat op zoek naar de giraf. Oké, Bob. Misschien is hij wel voor altijd kwijt. Oh nee toch. Maak je geen zorgen, Lifty. Er moet een manier zijn om hem te vinden. Het arme ding. Hij heeft nog niet eens zijn lunch gehad. Dat is het! Wat is het? Het is lunchtijd voor de giraf. Misschien komt hij tevoorschijn als hij wat eten ziet. Goed idee, Lifty. Als je langzaam door de zoo rondrijdt, dan ruikt hij het eten en komt hij het vast halen. Vooruit. Maar rij heel langzaam. Dat zal ik doen, Bob. En zachtjes. Niks aan de hand, hoor. Luister eens, als beloning voor het harde werken mag jij als eerste de nieuwe slagboom uittesten. Meen je dat, Bob? Dat zou heel... Nee, Bob. Beter van niet. Er is nog een hoop te doen. Eigenlijk liggen we best goed op schema. Kom op, Scoop. Iedereen heeft zo nu en dan een pauze nodig. Ik heb nog een dingetje dat ik op wil lossen. Het is een... Ga jij maar vast. Ik zie je zo. Oh, mijn hydraulische systeem weer. Hoorde ik Wendy daar nou roepen? Ik hoorde niks, hoor. Ik weet bijna zeker van wel. Oh, Meeuw. Ik ben eigenwijs geweest en nu heb ik een leiding geraakt en moet ik hem bedekt houden. Oh, nee. Daar komt Lukka aan. Weet je wat? Misschien kan Muk me wel helpen. Heb je nog iets wat je kwijt moet? Nee. Op dit moment niet, Muk. Eigenlijk kun je best even gaan rusten als je dat wil. Hoeft niet, hoor. Nee.
je ziet er moe uit. Iedereen verdient zo af en toe een pauze. Weet je wat een lekkere plek is om eventjes te ontspannen? Precies hier. Nou, het was ook best een zware ochtend. Ja, en we lopen hartstikke op schema. Kom maar, Scoop. Probeer het nog eens. Oké, Wendy. Burgemeester Scoop komt eraan. Dat was zo gaaf! Mag ik nog een keer? Tuurlijk mag dat. Maar eerst mogen de anderen er ook een keertje door. Hey Muk, wil je ook een keertje door de nieuwe automatische slagboom? Oh ja, graag, Bob. Wacht even, Muk. Als jij nu hier bent, wie is er dan? Wie is er wat, Scoop? Niets. Laat maar. Ik zie je zo wel. Stop, moet er langs! Noodgeval! Oh. Iedereen aan de kant! Oh nee, wat is er gebeurd? Oké, alles is op zijn plek. Dizzy heeft het cement gebracht en nu moet Bob de vlag nog brengen. Wendy, ik krijg net echt een geweldig idee. We kunnen onze mooiste beker in de boom zetten. Nee, Amira, wacht! Dizzy stort net het cement. Dat houdt de steunbalken op zijn plek. En daardoor staat de boomhut stevig. Het cement moet drogen voor je de boomhut in kunt. Snap je? Tuurlijk. Ik wacht wel. Zo, die zijn mooi opgeruimd. Scoop, de grote stenen moesten onderop. Hoezo? Wat kan er gebeuren? Dat kan er dus gebeuren. Oh, hey, kun je me misschien helpen? Sorry, Scoop, daar hebben we nu echt geen tijd voor. We ruimen ze later wel op. Kom op, we gaan. Lang genoeg gewacht. Ik moet de boom het afmaken. Ik ben klaar, Wendy. Een meesterwerk, al zeg ik het zelf. Oh, Dizzy. En wat staat er nu op het schema? Kun je met Muk en Lifty wachten tot het cement droog is? Als dat zover is, schrappen we dat ook van het schema. Zeker weten. Hoe gaat het hier, heldin Wendy? Nou, ik moest de vloerplaat 2 keer verven, me losrukken van de wand en het raam opnieuw lijmen. Niet echt een heldin dus. Help! Wat was dat? Oh nee! Amira! Wat deed je daarboven, Amira? De boomhut is nog niet klaar. Ik heb blijkbaar niet lang genoeg gewacht tot het cement droog was. De beker! Die ligt er nog! Oh, wat heb ik gedaan? Rustig maar, Amira. Ik pak hem wel. Wendy, dat is te gevaarlijk. Oh, ik kan er niet bij. Hij ligt net iets te ver. Ik laat je zakken. Bob, trek me snel weer omhoog. Laat het touw vieren, Bob! Snel! Daar ga je! Nee, dit is pas nou op! Voorzichtig! Goed. Niemand mag aan die gipswanden komen. De verf is nog nat.
Bob, had die nieuwe deur niet ondertussen al af moeten zijn? Ik wacht tot Leo Snuffel komt halen. Het maakt niet uit. Ik neem Snuffel wel. Daarna kom ik je helpen met die muur en het pad graven. Kan ik nu dat pad gaan graven? Nog niet, Muk. Nu moet je even wachten tot Wendy weer terug is. En ik weet het, Lifty. De tijd begint te dringen. Braaf, Titus. Rustig maar. En dan kan ik nu naar... Snuffel! Oh, Titus! Wacht even, Leo. Dat is dierenshampoo en zo wordt de vloer spekglad. Rustig maar, Wendy. Dat ging niet volgens plan. We kunnen niet meer wachten. Muk, Lifty, beginnen jullie nu toch maar vast met dat pad. Ja! Oh, eindelijk. Ik ga de anderen zoeken. Snuffel, pas op! Snuffel, nee! Ah, Muk! Titus, kijk uit! Bob, weet je, ik ben toch niet zo goed met dieren, geloof ik. Oh nee, joh. Niks van gemerkt. Hallo? Leo, we lopen achter. Dus je zult je vader nog iets langer moeten ophouden. Dat is goed. Zo, heren. Wilt u nog een dessert? Nee, bedankt, chef Appel. Het was meer dan genoeg. En zeker voor één van ons. Eigenlijk heb ik nog wel plaats voor één van elk. Eén van elk? Ogen groter dan de maag. Mm. Kijk, wat denk je ervan, Bob? Knippert die nou net niet een heel klein beetje te snel? Het lijkt mij in orde, meneer Spijker. Of misschien knippert hij een heel klein beetje te langzaam. Laten we hem anders vergelijken met die andere. En hoe gaat het, Betsy? Ach, het kan beter, Scoop. Ik heb alleen zo'n raar reuteltje, weet je? Ja, dat is je achterste. Wat zeg je nu weer? Ja, daar moet je wel goed naar laten kijken. Maar Joris is er niet en Bob heeft het te druk. Nou, je schijnt er wel verstand van te hebben. Jazeker, goed hè, dank je hoor. Weet je, volg mij maar. Aan de kant, aan de kant. Een minibus met acute behoefte aan technische zorg. Ja, spring maar op, Betsy. Scoop, wat ben je van plan? Maak jij je daar nou maar niet druk om. Oh, als hij dat zegt, word ik meteen nerveus. Ik denk echt dat je niet met die lift moet rommelen voor Bob hem gecontroleerd heeft. Daar gaan we. Mooi omhoog. Dat is genoeg. En waar zit de stopknop? Scoop? Waar zit de stopknop? Scoop? Waar zit de stopknop? Oh nee! Betsy! Betsy, gaat het met je? Het gaat wel, Bob. Hier en daar een krasje op mijn lak, maar je garagedak is er een stuk slechter aan toe. Oh, ik had Betsy nooit op de lift moeten zetten. Nu zijn zij en het dak beschadigd. Ik ben echt een flutmonteur.